Die Namibiese lugmagse ontvangs van die nieuwe Indiese helikopters is een bevestiging van die bestaande uitstekende verhouding en samenwerking tussen Namibië en Indië. Dit is die mening van die minister van verdediging, Majoor-generaal Charles Namolo, tijdens een ambtelijke ceremonie verlede week toe drie Indiese helikopters by die lughawe Eros in die hoofstad amtelijk in ontvangs geneem is. Die Namibiese lugmag het die afgelopen twee weke vijf nieuwe helikopters ontvang wat onder meer vir noodredingsoperaties gebruik sal word. Dit is deel van die ministeriese begroting van sowat 3,415 miljard Namibiese dollars wat onder meer die aanskaffing van die vijf helikopters en een vaartuig insluit. Die totale bedrag wat vervoer, wapentuig en toerusting vir die ministerie van verdediging benodig word is 194,6 miljoen Namibiese dollars. Die eerste oorhandiging van twee helikopters het onlangs op Grootfontein by die lugmagbasis plaasgevind, waar een Chinese helikopter, een Z-9 en een Indiese helikopter Alouette in ontvangs geneem is. Die tweede ambtelike oorhandiging het verlede week by die lughawe Eros plaasgevind, waar een Alouette Cheetah en een Lama Cheetah helikopter ontvang is. Drie helikopters is deur die Indiese maatskappy Hindustan Aeronautics Limited vervaardig en verskaf, wat sedert 1964 in bedryf is. Namolo het die goeie samenwerking tussen Hindustan Aeronautics Limited en die Namibiese Weermag geloof en die opleidingsspan van die Indiese lugmag bedank vir hul professionele ondersteuning om die Namibiese betrokke vlieëniers op te lei. Die vlieëniers het in Republikein gesê dat die opleiding van hoogstaande gehalte was. Die vijf nieuwe helikopters sal vir nationale verdediging en noodredingsoperaties soos tydens vloede ingespan word. Die Alouette helikopters se maximum spoed is 185 km per uur teen seevlak. Dit kan so wat 4,1 ure in die lug bly en dit kan klim teen 'n koers van 4,2 meter per sekonde.